Goedendag. De paashaas die is al gespot. Hier zien we een mooie foto van hem. Dit weekende is het natuurlijk Pasen. Een mooi moment om even te gaan kijken naar het weer tijdens die paasdagen. Maar in deze tiendaagse ook direct even kijken wat er na de paasdagen gaat gebeuren. Dat doe ik met behulp van het Amerikaans model. En de weerkaarten pakken we op donderdagochtend. We zien er wat neerslag nog boven Duitsland. Dat is de neerslag die woensdagavond onder andere in het oosten van ons land viel. De pressie is nog steeds boven de oceaan. En wat we ook zien is hoge druk die op gaat bouwen boven Scandinavië. Als ik de kaart even stopzet op zondag, dan zien we heel duidelijk dit hoge drukgebied liggen. En het hoge drukgebied dat gaat voor rustig weer zorgen tijdens het paasweekeinde met ook flinke zonnige perioden. Want de stroming die is over het algemeen uit een oostelijke richting. Nou zijn er ook wel een paar oplossingen die dat hoge drukgebied wat meer naar het westen positioneren. Dan zou het ongeveer hieruit komen. En in dat geval heb je wat koudere lucht die vanuit het noorden komt. Maar het weerbeeld, dat blijft wel prima met flinke zonnige perioden. Goed, dit is dan zondagnacht. Ik ga eventjes de kaart schoonmaken en we gaan verder met de animatie. En wat we dan zien is dat dat hoge drukgebied geleidelijk aan richting Scandinavië trekt. En dan komen we uit na de paasdagen, op dinsdag, dan zien we heel duidelijk een lage drukgebied. En dit lage drukgebied, dat trekt volgens het Amerikaans model richting Spanje en gaat daarvoor koud weer zorgen ook met in de bergen waarschijnlijk weer sneeuw. Omdat dit lage drukgebied naar het zuiden trekt, blijven wij met een oostelijke stroming en houden we het rustige en vrij zonnige weer ook. Maar dit is wel de oplossing van het Amerikaans model. Ik kom straks terug op het Europees model. Hier zien we dat dat lage drukgebied naar het zuidoosten trekt en het slechte weer gaat veroorzaken in delen van Spanje en Frankrijk, terwijl het hoge drukgebied in het noorden ligt en hier dus die oostelijke stroming met aangename temperaturen en ook zonnige perioden. Het Duitse model laat wel iets anders zien. Ik zet hem even snel aan, zodat hij snel doorgaat naar de maandag. Want wat ik wil laten zien is dat dat lage drukgebied volgens het Duitse model, en dit lijkt ook wel een beetje op het Europees model, die laten het lage drukgebied noordelijker trekken. En dan gaat dat meer in een oostelijke richting bewegen. En dan krijgen we wel met wolkenbanden te maken. En dat zou bijvoorbeeld op tweede paasdag al misschien tot een bui kunnen gaan leiden. Of dat ook gaat gebeuren, ja, dat is een beetje de vraag. Wat wel heel duidelijk is, is dat die neerslagkansen geleidelijk aan gaan toenemen. We kijken nu naar een pluim van het Europees model. En wat we heel duidelijk zien, is dat vrijdag tot en met zondag het weerbeeld gewoon droog is. En een kleine kans is op maandag, tweede paasdag, dat er wat neerslag gaat vallen. Daarna neemt die kans geleidelijk aan wat toe. Dat duidt op een iets wisselvallige weerbeeld. Dat is dan wel mogelijk. De bewolking. Want ja, wordt het met Pasen mooi zonnig weer en kunnen we lekker buiten zijn. Nou, dat ziet er wel naar uit. Op Goede Vrijdag, de vrijdag beginnen we nog wel met vrij veel bewolking, maar geleidelijk aan breekt de zon door. En uiteindelijk krijgen we dan een periode met flink wat zon, die eigenlijk wel beide paasdagen ook aanwezig blijft. Langzaam maar zeker wel wat meer bewolking volgens deze uitvoer. En dat zou kunnen duiden op die enkele bui die tot ontwikkeling kan komen. Daarna, ja, een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. Licht wisselvallig lenteweer zonder al te veel neerslag. Als we dan nog even naar de temperatuur kijken, dan zien we ook dat die temperatuur niet heel veel bijzonderheden laat zien. Het is een hele duidelijke zaagtand. Dat betekent dat het toch ook echt wel vaak opklaringen zijn, waardoor de temperatuur s'nachts weer onderuit gaat. Overigens wel temperaturen op de meeste plaatsen gewoon boven het vriespunt in de nachten. En overdag, ja, dan zitten we zo'n beetje rond die 15 tot 18 graden. Als we de warmste oplossing hebben, zitten we rond de 18 graden. Hebben we wat frissere oplossing, zitten we rond de 15 graden. Al met al prima dagen om de Pasen ook deels buiten te vieren. Ik zou het paasweer zelfs een 8 geven, zoals het er nu naar uitziet. Fijne dag nog.